Super tof dat je kijkt naar deze vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik denk dat jullie vast allemaal wel gehoord hebben wat er allemaal in Den Haag is gebeurd. Daar wil ik even over mijn mening geven. Ik ken iemand die daarheen is geweest. Ik noem voor de zekerheid geen namen. En mijn mening is dat ik even één ding niet snap. Eigenlijk officieel. En ik heb daar ook een reactie in mijn vlog gehad. En van wat vinden jullie van deze minderheid van deze situatie dat versoepeld wordt. Bla 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 bla. En daar heb ik een mening over gekregen. En ik wil eerst even wat mijn mening over zeggen is. Er is een democratie geweest natuurlijk in Den Haag. En ook nog meerdere plekken toen met racisme, laten we zo zeggen. Voor mensen niet. Oké, dat vond ik prima. Ik vind net dat het goed georganiseerd is, dat het goed is gedaan. Maar zoals jullie hebben gehoord in Den Haag, is dat daar omdat 1,5 meter is afgeschaft. Omdat over 1,5 meter. Ging is het demonstreren, hoe noem je dat ook noemt, afgeschaft in Den Haag. Maar hoe het is gebeurd, gooi jullie meningen ook maar in de reactie, wat jullie ervan vinden. Ik heb verhalen gehoord en ik wil er niet te veel, ik wil niet zeggen dat het waar is of niet waar is, of ik dat van hem heb gehoord. Ik zeg gewoon wat ik ervan vind, hoe ik de beelden heb gezien, gewoon. Politie te heftig waarschijnlijk heftig aangepakt heeft. Vind ik, in mijn mening vind ik dat politie te zwaar aangepakt heeft. Dat had ook al, misschien als ze nog meer rustige manier had gedaan, dat het handig geweest was. En makkelijker geweest. En bereik je meer mee. Maar om gelijk agressie in te tonen, waar heeft dat van nut? Ik heb het ook vaak zelf mezelf gezegd. Agressie gelijk te tonen heb geen nut. Je lost er niks en ook niks mee op. Maar op de vraag terug te komen van een kijker. Toen is er 2 reacties geplaatst. Want had ik ook vakantie ook natuurlijk gehad. Daar hebben jullie een video over gezien. Mijn vriendin en ik blijven in ons eigen land op vakantie. En wat de maatregelen betreft moet ik jou en de rest mededelen dat mijn vriendin en ik 1,5 meter maatregelen zijn. En echt weinig mensen die echt zich aanhouden. De maatregelen mogen ze gaan afschaffen. Ik weet zeker dat er nog meer van jouw kijkers deze maatregelen meer zat zijn. Ik ben in ieder geval helemaal zat. En ik vind dat het geen nut heeft, want ik werk zelf in de supermarkt en ik zie weinig risico ervan. Maar er is ook gezegd, we hebben geen bewijs voor wat dan ook. Ik denk dat het aan ligt door de weer. Hoe bedoel ik dan mee? Ik heb een filmpje gezien, ik ga voor de zekerheid dat waar ik het op heb gezien. Ik heb het in ieder geval op YouTube gezien. Ik noem geen naam van die kanaal. Ik wil geen promotie geven. Dat is voor redenen. Maar door de warmte, dat, zo te zeggen, de virus in je vast blijft zitten. En je moet het zien, eigenlijk omgedraaid, als het in de vriezer stopt. Dan omgedraaid. Dus als het juist warm is, blijft in je lichaam en als het koud is, laat het los. We weten niet zeker of dat het is. Er is ook geroepen dat de tweede golf ook niet aankomt. We gaan verduimen met z'n allen natuurlijk. Denken jullie ook allemaal verduimen. Maar mijn mening, 1,5 meter, samenleving, is niet nodig. Mijn mening. Hoe ik tot nu toe kijk. Misschien dat als
weer heftig gaan worden dat ik andere meningen weer over heb. Maar dat moeten we allemaal nog bekijken. Maar tot nu toe, cijfers zijn laag. Ziekopnames zijn laag. Maar laat jullie mijn mening ook hier vallen. Wat vinden jullie van de anderhalf meting? Laat het weten in de reactie. Zijn jullie er klaar mee? Ja of nee? Gooi het in de reactie. Dus dat wil ik even zeggen. En ik volg het wel een beetje. Maar over de democratie, gooi daar ook even mening hier beneden in de reactie. Ik ben echt ongelooflijk benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Hoe vinden jullie hoe politie aangepakt heeft? Hoe vinden jullie hoe de democratie is geweest? Laat mijn mening in de reactie achter. Ben ik benieuwd naar. Voor de rest heb ik niks te melden. Laat weten in de reactie. En ik zag nog een leuke reactie. Over vakantie. Maar dat is niet echt... Nee. Dat vind ik een beetje... Dat vind ik niet dat het op deze video past. Laten we het zo zeggen. Ik ga even kijken. Misschien is het wel een leuk idee dat ik even een reactie voorlees. Nou, ik zit eigenlijk dat ticket wat ik helemaal niet wil hebben. Oh ja, ik had een keer in een video gehad. Over dat ik zoveel vlogs heb. Als goed heb. Zit ik op. Even kijken. 1400ste vlog. Vandaag. Als goed heb. Moet ik even goed checken. Ja. 1400ste vlog alweer. Wat gaat de tijd af? Kan jullie zeggen. Morgen komt er gewoon. Normale vlog aan. Dus wil ik jullie alvast veel kijkers hier wensen. Ik hoop dat jullie deze video genoten hebben. Dit is misschien een korte video. Maar dat was even break video. Een vlog om zo te zeggen. En ik hoop dat jullie van genoten hebben. Super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super tof zijn. Als je hier beneden abonneert. En een leuke reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Goede vlog. Morgen om 1 uur en dan zeg ik hierbij laters.